In het UZ Gent is het zo dat we ongeveer een 80-tal pancreasoperaties per jaar uitvoeren, waarbij een deel van de pancreas wordt weggenomen omdat daar het letsel aanwezig is. Dit kan gaan van de meer ingewikkelde, zogezegde wippeloperatie, tot een verwijdering van het linkergedeelte van de pancreas. Die zitten eigenlijk allemaal in die groep van een 80-tal operaties per jaar vervat. Nu, het is natuurlijk zo dat pancreaschirurgie op zichzelf een belangrijk aspect is van de behandeling van mensen met een aandoening van de pancreas, maar dat daarnaast ook de andere aspecten rondom chirurgie zeer belangrijk zijn. En dat gaat van verpleegkundige zorg, intensieve zorg, beeldvorming, andere aspecten. Wanneer men dat in grotere aantallen doet, krijgen uiteraard al die mensen die daar in dat proces meewerken een grotere expertise die eigenlijk telkens van nut is. Dus tijdens de preoperatieve diagnosestelling worden verschillende scans genomen, meestal CT-scan, maar vaak ook MRI-scan of een echo-endoscopie, waarbij dat we een zo goed mogelijk beeld proberen te krijgen van het letsel in de pancreas en ook, dat is heel belangrijk, de relatie tot de belangrijke bloedvaten die rondom de pancreas aanwezig zijn. Maar soms komen we toch tijdens de chirurgische procedure verrassingen tegen waarbij dat de belangrijke bloedvaten meer betrokken zijn bij het kwaadaardige letsel dan dat we op de scans kunnen zien, waardoor dat ook de beslissingen tijdens de operatie kunnen veranderen. En soms moeten we dan helaas besluiten om de operatie niet verder voor te zetten en te kiezen voor een snellere behandeling na de operatie via chemotherapie dan voor een uitgebreide chirurgie waarbij dat we eigenlijk al tijdens de operatie weten dat we geen volledige verwijdering van de tumor kunnen bekomen. Uiteraard is het zo dat wij nog altijd te maken hebben met een zeer agressieve kanker, zijn de pancreaskanker, waarbij dat het ongeveer nu zo is dat we 1 op de 4 mensen op lange termijn kunnen genezen, maar dat het dus ook zo is dat 3 op de 4, zo'n 75%, 80%, zal hervallen naar de toekomst toe. En dit is natuurlijk ook een belangrijk aspect wat samen met de patiënt moet worden besproken. Kiezen voor een potentiële genezing, dan wel kiezen voor de kwaliteit van leven. De impact van de conventie en van de erkenning van pancreaschirurgie op de patiënt is denk ik vooral van toepassing op een 40% van de gehele populatie die voor pancreaschirurgie in aanmerking komt. Ik denk dat 60% ongeveer eigenlijk nu al een zeer goede behandeling krijgt, een zeer vlotte diagnostiek, goede chirurgie, prima nabehandeling. Maar dat er toch een grote groep van patiënten is die zou kunnen profiteren van een verbeterde kwaliteit door de samenwerking te intensifieren, zowel tijdens de diagnostiek als tijdens de chirurgie, maar ook in het natraject van de chemotherapie. En op die manier kunnen we denk ik voor de 100% van pancreaspatiënten een verbeterde kwaliteit bekomen.